Het is niet leuk om je ouders te verliezen. Maar ik heb alleen mijn vader verloren, maar alsnog. Want nu moet mijn moeder ook heel hard werken. En dan wordt ze ook is soms wel wat vaker boos of zo. Dus. Maar mij lijkt het ook wel heel raar om zonder ouders te wonen, maar met een opa. Wij zijn gewoon lekker knuffelen bij mama gewend. Maar we hebben daar geen mama meer en dat is heel raar. Maar als je nachtmerrie hebt, komen je ouders daar gelijk. Maar met mijn opa duurt dat iets lang, want die loopt dan niet slomen. Wij dachten allemaal dat ze gewoon in hutjes woonden. Maar gelukkig wonen ze wel allemaal in huizen. Ze hebben wel kopjes en ze hebben een aanrecht. Maar als je in die woonkamer komt, zitten ze allemaal op de grond in kussens tegen de muren. Dat is wel heel apart. Ik had gezien dat die opa die draagt een jurk. En wij vinden het hier wel raar als mannen in jurken lopen. Waarmee spelen jullie eigenlijk? We hebben in Afghanistan niet zoveel dingen om mee te spelen. Er zijn sinds oorlog geen speeltuinen meer. Er is niet zoveel speelgoed en er zijn bijna geen kinderen die op een sportclub zitten. Meisjes zitten zelf bijna de hele dag binnen om te helpen bij het huishouden en om hun huiswerk te maken. En de jongens? De jongens komen wel wat meer buiten om wat geld te verdienen of om te spelen. Zij gaan bijvoorbeeld schieten in het park. Vinden jullie dat normaal? In Afghanistan is het heel normaal om wapens te hebben. Omdat er veel oorlog is geweest en de mensen zichzelf moesten beschermen. De kinderen zijn daarom opgegroeid met wapens in huis. En vinden het helemaal niet raar om er af en toe mee te schieten. Wel met de volwassenen erbij natuurlijk. Ze mikken dan op een soort bord. Het is net een soort darten. Ik vind schieten meer iets voor de kermis. Dat ze gewoon plastic kogels tegen een bal aanschieten, zodat hij eraf ligt of zo. Het is niet goed dat ze daar gaan schieten, maar ze moeten het toch leren. Want als de oorlog heel erg wordt, dan moeten ze wel kunnen helpen. Alleen met een oorlog, ja. Kinderen, ja, die hebben nog een heel leven te gaan. Dus dan is het niet echt leuk om dan dood te gaan. Ik vind het wel raar dat een meisje daar niet naar buiten gaat, want in Nederland gaat iedereen naar buiten. En dan mogen de jongens gewoon lekker in het park gaan voetballen en een keer gaan schieten. En die meisjes die moeten dan helpen opruimen hun huis. Dat vind ik niet helemaal eerlijk. Hoe was het in de oorlog om naar school te gaan? Mag dat wel des gaan doen. Vroeger, toen de Taliban nog aan de macht was, moesten we speciale kleren dragen naar school. Ze waren nog strenger voor de meisjes. Meisjes moesten een jadar aan en als je hun benen dan nog kon zien, werden ze geslagen. Soms mochten we niet eens naar school. Mogen meisjes nu weer naar school? Gewacht moet maar, dat is niet man. Ja hoor, nu kunnen de vrouwen en meisjes tenminste ook weer naar school om te leren en om les te geven. In Afghanistan moet je speciale kleding aan naar school en aan de ene kant is het ook wel weer goed, want dan sta je niet voor je kast te denken, wat zou ik vandaag eens aandoen? Nou, ik vind eigenlijk, bij ons is het gewoon dat je de blote benen van de meisjes mogen zien. En dat daar je wordt geslagen, dat vind ik niet normaal. Nou, ik denk dat je de benen niet mag zien, omdat het eigenlijk voor een soort van geloof is. En dan hebben sommige scholen dat dan. Maar ik vind het niet echt normaal dat ze je dan gaan slaan. Wil je later eigenlijk trouwen? Ik denk dat ik nooit ga trouwen, omdat ik hier wil blijven wonen om voor mijn opa te zorgen. Hij is heel geduldig en heeft heel veel levenswijsheid. Wat vind je opa daarvan? Nee, ze heeft haar eigen toekomst en ze moet een eigen leven opbouwen. Als er een leuke jongen voor haar komt, dan zal ik er toch alles aan doen om ze bij elkaar te brengen. Ik ben oud en ik leef niet zo lang meer. Ega heeft nog een heel leven voor zich om van te genieten. Het is heel lief dat ze bezorgd over me is en me niet alleen achter wil laten. Maar ze heeft haar eigen toekomst en die wil ik niet in de weg staan. Mag ze zelf dan geen jongen uitzoeken? Onze gewoontes zijn hier heel anders. Als een jongen en een meisje willen trouwen in Afghanistan, dan moet de jongen met zijn ouders toestemming aan de ouders van het meisje vragen. Kunnen ze dat echt niet zelf uitzoeken? Ze kunnen niet uit zichzelf gaan trouwen. Dat is onmogelijk in Afghanistan. Als families het eens zijn, dan gaan ze samen eten om de verloving te vieren. Daarna is er een bruiloft. Dat is hoe het hier gaat.
mijn opa en oma bemoeien zich gelukkig niet met mij als ik bijvoorbeeld een vriendje wil of zo. Ik vind het maar raar dat je niet mag zelf weten of dat je mag kiezen of dat je wilt trouwen of niet. Als mijn ouders zouden kiezen met wie ik zou moeten trouwen, zouden ze niet om het leuke, knappe man gaan, maar voor de rijke man. Als mijn ouders een vriendje voor me uit zouden kiezen en hij was heel lelijk, maar toch heel aardig, zou ik het niet erg vinden. Want het gaat eigenlijk om het innerlijke, niet om het uiterlijk. Nou, kinderen van Nederland, ik hoop dat jullie weer een stuk meer weten over hoe wij hier leven. En hoe moeilijk het is voor een meisje in Afghanistan. Wat vinden jullie van Afghanistan nu jullie hebben gezien hoe het hier is? Eigenlijk vind ik dat de meisjes meer naar buiten moeten of meer vrijheid hebben. Niet de hele tijd binnen moeten zitten. Ik heb niet gedacht dat ze ook gewoon hun aanrecht hadden met allemaal spullen erop. Want ik dacht eerlijk gezegd dat ze arm waren. De jongens mogen ook schieten. Ik had gedacht dat ze juist niet aan wapens mochten zitten omdat ze in oorlog leefden. Nou, ik dacht dat ze zich helemaal niet vermaakten in dat land, maar dat is eigenlijk wel zo. Ze kunnen voetballen en schieten. Nou, ik dacht dat ze een bal maakten van papier-mâché, maar ze hebben dus een gewone leren bal. We hebben vandaag contact gehad met Neka uit Afghanistan en we hebben veel van haar geleerd. Wil je ook contact hebben met een school uit het buitenland? Ga dan naar www.kidsxl.nl en meld je aan. Dit was KidsXL uit Afghanistan. Dankjewel voor het kijken. Dag! Tot de volgende keer. Tot ziens, Neka.